Welkom allemaal op de allereerste Nationale Kinderheldendag. Vader gered, want die was flauw gevallen. We hebben een kind gered. Ik heb mijn woord laten horen. Ik heb mijn haar gedoneerd. Ik heb mijn zusje gered van de skelter. Mijn oma gered. Ja, oma is leven gered. Er zijn dus mensen eenzaam en dat vond ik niet kunnen. Dus toen besloot ik om oudere mensen te gaan helpen. En we gaan springen! Kom, doe het binnen! Wat is jouw heldendaad? Wat is jouw verhaal? Een vrouw en een hond uit het ijs gered. Ik had een oud vrouwtje voor het trein weggehaald. Ik heb met mijn opa een vrouw uit de sloot gered. Ik heb een virtueel huis gebouwd waar kinderen met een levensbedreigende ziekte elkaar weer kunnen zien. Ik heb mama gered. We hebben samen een echtpaar uit het ijs gered. Het is een enorme eer om hier te mogen staan. En ik denk ook voor alle andere helden die hier staan. Ik ben geboren in Syrië en door de oorlog was ik gevlucht naar Nederland. En daarom noemden ze mij vluchteling. Niet iedereen is een held. En dan wat je zelf bent een held en dan word je dan nog gehuld. Dat is wel leuk, vind ik. Ik vind mezelf gewoon geen vluchteling meer. Want de eerste dag ben ik vluchteling, de tweede dag ben ik vluchteling. Maar tot wanneer gaat dat zo door? Nee, ja, we zijn gewoon normale mensen. Het is gewoon eigenlijk normaal iets dat wanneer zoiets gebeurt, dat je dan tot actie komt. Op dat moment besefte ik nog niet, ik ging gewoon naar school en ik had een mooie reden om te laten komen. En even later werd ik gebeld door de kranten en de radio en zo. En toen begon ik wel een beetje beseffen. Je moet natuurlijk wel iemand gaan helpen als die is gevallen, dus echt maar niet laten liggen. Maar een voorbeeld queer zo'n groot woord. Ik vind meer dat je dat als mens hoort te doen. Als je iemand hulp nodig heeft, dat je degene helpt. En ik vind dat een les kan zijn voor velen. Als we gewoon allemaal ouderen helpen en mensen redden, dan zijn we allemaal een held.